Dit is de 8e aflevering in de serie De Boer onder ons. Vandaag brengen we een bezoek aan 3 bedrijven in de sierteeltsector. Plantencentrum en plantenkwekerij Pijnenburg in Huisseling, laanbomenkwekerij Poelmans in Eerloon en bloemisterij, tuincentrum en plantenkwekerij Pelders in Herpen. Hoe lang bestaat het bedrijf al? Het bedrijf bestaat ongeveer 20 jaar. Hoe is het ontstaan? Nou, wij zijn dus, toen ik getrouwd ben, was ik in loondienst. Daarna hebben wij dit huis gekocht met grond erbij en het is eigenlijk uit een hobby geboren. Uit welke onderdelen bestaat het bedrijf? Dit bedrijf bestaat momenteel eigenlijk uit 2 onderdelen. Een kwekerij en een verkoopplantencentrum. Dus wij kweken dus voor de handel en daarnaast hebben we dus een tuincentrum, plantencentrum, vooral voor de particuliere verkoop. Is de plantenkwekerij gespecialiseerd in 1 soort plant? Wij hebben momenteel als hoofdteelt azalea's. Voorheen kweekten wij ontzettend veel coniferen in containers, maar dat de vraag minder werd, zijn wij dus overgegaan naar azalea's voor de groothandel. Begint u met zaad of koopt u jonge plantjes aan? Nee. Azalea, de teelt van azalea's is als volgt. Wij beginnen met stekjes van plus minus 3 à 4 centimeter die wij knippen van jonge planten. Deze worden geknipt in juni, juli. Uitgaande een voorbeeld nemen, wij knippen in juni, juli 97 stek. Die worden dus geknipt in kistjes gestoken met 2 à 300 per stuk. Komen daarna in de nevelkasten staan, blijven erin staan tot plus minus september, oktober. Gaan daarna naar een overwinteringskas. Als het voorjaar is, maart, april, beginnen wij mee oppotten. Worden gepot in potjes P9, dat gaat met een potmachine. Daarna worden ze dus in een tunnel gezet. Als ze plus minus 2 maanden in de tunnel staan, beginnen wij met de eerste keer de topjes eraf te knippen. Van deze topjes maken wij dus de nieuwe stek. Dus in september 98, dus het jaar daarop, worden ze uit de P9 gehaald. Dan worden ze weer omgepot in een 1,5 à 2 liter pot. Als dit gebeurd is, gaan ze weer terug in de tunnel of kas. Daarin blijven ze de hele winter staan. Na de winter, april, mei, worden deze planten weer een keer teruggeknipt. Blijven dan nog een poosje in de kast staan. En als het april of aan mei, juni, dan worden de planten naar buiten gereden, op afstand gezet. En daar blijven ze staan tot september, oktober. Dan zijn ze dus ook de eerste verkoopbaar. Maar als ze niet verkocht worden, gaan ze weer in de kas of tunnel om er in de winter te overwinteren. En het voorjaar worden ze verkocht als ze beginnen te bloeien. Hoe lang staan ze dan ongeveer op het bedrijf? Je moet ervan uitgaan, dus ik zeg dus 97 stekken, 98 stekgoed oppotten, 99 ompotten in grotere potten. Dus in 2000, dus zeg maar 3 à 4 jaar staan ze hier op het bedrijf. Vanaf het stekje. Met het kweken zijn er dan ook bepaalde pieken, een piektijd? Of? De grootste piek is natuurlijk het maken van het stek en het oppotten. Het oppotten, dus het stek maken in juni, juli en het oppotten dus zeg maar in september en het oppotten dus in april, mei. Hoeveel mensen werken hier op het bedrijf? Nou, het bedrijf doe ik samen met mijn vrouw, maar daarnaast heb ik dus veel stagiaires en af en toe ook nog wel een hulpje.
U hebt ook andere planten, behalve de azalea's. Hoe lang staan die gemiddeld op het bedrijf? De meeste planten die wij kweken, dus als we over containers praten, dan krijg je dus zowel het maken we zelf de stek, het oppotten, het ompotten. Praat je allemaal over planten van 3 à 4 jaar. Gaan alle planten naar de veiling of verkoopt u ook thuis? Nee, onze afzet is helemaal gericht op de handel. Dus de planten die wij in het groot kweken, die gaan naar tuincentra, naar handelaren. Die handelaren gaan ermee ofwel voor export, maar die verdeelt zich over heel Nederland. Via de veiling gaat niet ene plant. U hebt hier niet alleen een plantenkwekerij, maar zelf ook een tuincentrum. Ja. Is het dan wel slim om uw eigen planten naar andere tuincentra te doen? Zo moet je dat natuurlijk niet zien. Dat gebeurt wel op meer bedrijven. Het tuincentrum is een gebeuren wat dus hoofdzakelijk door mijn vrouw gerund wordt. En wij, als je dus gaat praten over duizenden, tienduizenden azaleas, dan begrijpt iedereen dat die niet particulier af te zetten zijn. Dus een plantencentrum moet je toch meer zien in kleinere aantallen en in een groter assortiment, want het komt daar op het assortiment aan. Bij het tuincentrum, verkoopt u dan alleen uw eigen planten of haalt u daarvoor wel planten bij de veiling? Het tuincentrum, daar halen wij dus, verkopen wij dus niet alleen onze eigen planten, maar daar halen wij zeg maar het hele groot gedeelte, onder andere de heesters, de boompjes, de stammetjes, de rozen. Dat wordt allemaal elders ingekocht. Ofwel bij groothandelaren, of bij kwekers, ofwel bij veiling. Welk gedeelte van het bedrijf vindt u het meest interessant? Het mooiste van het bedrijf is, en blijf ik vinden, het kweken. Maar arbeidstechnisch gezien en als je redelijk gaat praten, financieel technisch. En ik denk dat bij een bedrijf ook een financieel kant komt kijken, is natuurlijk de verkoop aan particulieren. Het is niet alleen financieel technisch, maar er speelt ook een belangrijke rol bij de omgang met mensen. Het is enerzijds lichamelijk minder vermoeiend en het is natuurlijk van de andere kant veel meer afwisseling. Uw bedrijf ligt hier behoorlijk achteraf. Ligt u dan nog wel gunstig voor een tuincentrum? U maakt daar een opmerking. Ik denk, als je de gemeente hoort, Ravenstein ligt aan de Maas. Nou, dat heeft een boomkwekerij natuurlijk weinig om handen. Maar Ravenstein ligt aan de A50. We hebben een heel groot bord naast de A50 staan, zoals iedereen kan zien. En ik zeg wel eens, dat is iedere dag een gratis advertentie in de Telegraaf. En zult u vragen waarom? Nou, over de A50 komen alle dagen tussen de 40.000 en de 50.000 auto's. En je zou er versteld van staan hoeveel mensen dat het bord zien. En dat geeft ons nogal wat klanten, zelfs heel veel. Hoe zie je de toekomst van het bedrijf? Nou, ik zie de toekomst van het bedrijf op de eerste plaats. We hebben geen opvolger, maar van de andere, op de andere kant heel rooskleurig. Want zoals je zelf ook kunt constateren, het planten is in. Iedere dag is er wel op de tv of radio een programma over planten, huis, tuin en keuken gebeuren. En dat vindt toch zijn terugslag bij ons, daar profiteren wij van. En ik denk ieder plantencentrum, er wordt veel geld besteed aan planten door de particulieren, veel aan groen gedaan en dat is voor ons aller belang. Hebt u nog uitbreidingsplannen of gaat u zich meer specialiseren? Wij hebben geen uitbreidingsplan, ik ben 60 jaar oud, wij hebben geen opvolgers, dus u moet het zo zien, wij zullen dit bedrijf wel voortzetten nog een tijdje, maar dan zal het wel door iemand anders, maar niet door onze eigen kinderen opgevolgd worden, nee. Dus dat heeft ook niet direct dat er dan noodzaak is voor uitbreiding. Wij houden ons dus, wij zullen en wij proberen ons vooral bezig te houden met de particuliere verkoop. Heel erg bedankt voor dit gesprek en nog veel succes verder. Dank je, graag gedaan. Hoe lang bestaat het bedrijf al? In deze vorm nog niet zo lang, maar het is ontstaan voor de oorlog al door mijn opa en mijn oom die toen samen met vruchtbomen zijn begonnen. En in de loop van de tijd is dat fruitkwekerij geworden en nu is het eigenlijk voornamelijk een laanboomkwekerij. Het bedrijf is dus eigenlijk al heel oud, maar het heeft in de loop der jaren telkens andere teelten gehad. Teelt u een bepaald soort bomen? Op het moment telen wij vooral eiken en linden en we staan hier bij de knotwilgen en het zijn dus eigenlijk allemaal laanbomen die weggaan voor laanbeplantingen.
Tot enkele jaren geleden stonden hier ook fruitbomen. Waarom ben je ermee gestopt? Nou, alle teelt wordt toch steeds meer een specialisatie en zeker de fruitteelt ook. En ja, ik zag op termijn voor het fruit hier in Nederland, daar zag ik dat gewoon niet zo zitten. En wij zeiden, we moeten toch gaan specialiseren. En toen hebben we besloten om fruitkwekerij aan de kant te zetten en alleen met de laanboomkwekerij door te gaan. Dus vandaar dat we nu helemaal geen appels meer hebben. Als je begint met het kweken of het telen van bomen, begin je dan met zaad of met stekken of koop je jonge bomen aan? Wij beginnen hier meestal met aangekocht plantgoed. Dat betekent dat wij meestal in Zundert, waar ze heel veel zaaien, kleine eikjes of kleine linden kopen. Eiken worden dan als 1 of als 2-jarige zaailingen gekocht en die planten wij dan uit voor een aantal jaren. Linden kopen wij ook als zaailingen, maar daar zetten we dan meteen een end op, zodat we dan in feite veredelde bomen hebben en een heel uniforme partij krijgen. En als ze dan eenmaal geënt zijn, worden ze hier ook opgeplant en dan kweken wij daar een aantal jaren mee door. Wat zijn de werkzaamheden hier op het bedrijf? Door het hele jaar door? Ja, dat is natuurlijk heel verschillend. Je begint, als ik een teelt beschrijf, in feite laten we dan een eikenteelt. Je begint in het voorjaar met het planten van die eiken. In de loop van het seizoen komen daar dan stokken bij. Die stokken die worden aangebonden natuurlijk en die zijn om een boom recht te houden. Dan blijven die bomen 3 jaar op dezelfde plaats staan. In de loop van die 3 jaar worden ze alleen maar telkens aangebonden. Na 3 jaar worden die planten allemaal verplant. Ze worden dan eerst losgeploegd, uit de grond gehaald en op groter afstand van elkaar weer opnieuw geplant om nog weer eens een keer 3 of 4 jaar te blijven staan. En na die tijd zijn ze dan leverbaar. Dat betekent dat ze dan verkocht kunnen worden. Dan zijn het bomen van 1 meter of 4, 5 hoog, die op de hoogte van 1 meter zo'n 14 centimeter dik zijn. Die planten die moeten tussendoor verplant worden om te zorgen dat de wortels goed blijven. Zouden wij die bomen gewoon eerst planten en dan 7 jaar laten staan en dan verplanten, dan zijn de wortels niet zo ontwikkeld dat je zo'n boom zomaar kan verplanten. En dan zal die waarschijnlijk doodgaan als je hem verzet. Vandaar dat wij alle planten nooit langer dan, laten we nemen, 3 jaar op dezelfde plaats laten staan. En dan moeten ze gewoon verplant worden om te zorgen dat je toch een goed ontwikkeld wortelgestel houdt. Dan zijn ze verplant. Wat gebeurt er in die tijd tussenin? Dat ze hier worden neergezet en voor de eerste keer worden verplant? Nou, het meeste werk bestaat dan eigenlijk uit het zorgen dat ze mooi recht groeien. Dus het aanbinden aan de stokken. En ook zorgen dat het geheel een beetje onkruidvrij blijft. Om te zorgen dat die bomen ook de kans krijgen om te groeien. En verder moet je natuurlijk in de gaten houden dat er geen schadelijke ziekten en plagen in komen. Die zorgen dat je uiteindelijk geen mooie rechte boom kunt leveren. Zijn er zo in het jaar ook pieken, dat je het drukker hebt als op andere tijden? Bij ons ligt momenteel de grootste piek een beetje in het voorjaar. Afhankelijk van wanneer de winter afgelopen is, kan het vanaf eind februari, begin maart tot en met april zijn dat het druk is met het afleveren. Dat betekent dat de bomen die klaar zijn gerooid worden en naar de klanten gaan. Dus een heel onberekenbare tijd, want klanten bellen meestal pas 1 of 2 dagen van tevoren dat ze die en die dag die bomen willen halen. Dus, en dan moet je zorgen dat ze uit de grond komen en klaar liggen voor op het erf, zodat de mensen ze mee kunnen nemen. En in die tijd, het laatste stukje van het afleverseizoen, is ook altijd de tijd dat er weer geplant moet worden. Dus dan heb je een beetje 2 werkzaamheden die tegelijkertijd moeten gebeuren. En dat is wel de echte piek. Hoeveel mensen werken er hier als er zo van die pieken zijn? Nou, als we aan het afleveren zijn, dan is er sowieso, komt de loonwerker al om de kluiten te maken. En die heeft zelf een aantal mensen bij zich. Met dat we er zelf dan
afhankelijk van hoe groot de partijen zijn, ook nog wel 2 of 3 man bij hebben om de bomen verder af te werken, naar voren te brengen en te verladen. Zo in de vakanties heb je dan ook extra hulp? In de zomer en vooral het begin van de zomer zijn er altijd scholieren die helpen met het opbinden van de bomen. Dus, en die zijn dan vooral in het eerste stadium van de bomen, als ze nog wat jonger zijn, als die bomen gewoon extra veel begeleiding nodig hebben, dat je moet zorgen dat ieder stukje van die stam recht groeit, zijn er die een aantal die ze mee aanbinden en met een tang vastzetten. Het lijkt allemaal heel erg makkelijk, van ja, een boompje planten en dan maar wachten tot hij groot is. Zijn er ook specifieke problemen? Kunnen er specifieke problemen optreden zo bij zo'n teelt? Het lijkt inderdaad heel gemakkelijk. Sowieso de kwaliteitseisen nemen toch ieder jaar weer toe. De bomen moeten steeds rechter zijn en steeds uniformer. Dus een klein bochtje in de stam wordt door de meeste klanten al niet meer geaccepteerd. Als de kroon niet helemaal mooi rond ontwikkeld is, maar aan één kant een beetje een gat heeft of zo, dan kunnen ze ook al afgekeurd worden, omdat men ze toch niet zo mooi vindt. Dus en dan moet je zorgen door en goed binden en goed snoeien om te zorgen dat je die bomen toch precies dat model meegeeft wat ze moeten hebben. En dat is toch eigenlijk wel het moeilijkste wat er is. Of tenminste, moeilijk. Ja, als je weet hoe het moet, valt het wel mee. Maar ja. Dat is toch het meeste werk? Daar is in ieder geval het meeste vakmanschap voor nodig, denk ik zelf. Om een mooie rechte boom te krijgen. Ook dat de verhouding hoogte-dikte van een boom goed is. Want het is natuurlijk ook, als je de boom heel dicht bij elkaar zet, is het geen kunst om een hele lange rechte boom te krijgen. Maar ja, dan zijn ze zo dun dat als je ze alleen ergens neerzet, dat ze omvallen. Dus dat is ook niet de bedoeling. Het is de kunst om een goede lengte-dikte verhouding te krijgen en een mooi gevulde kroon. En mooi recht, zoals de klant ze hebben wil. Hier kun je heel mooi zien dat een eik een paar keer per jaar een schot maakt. Hier zit dat grijzige, dat is al wat houtiger, dat is van vorig jaar, dat is al aan het verhouten. Dan maakt hij in het voorjaar, dan is het wat kouder, een eerste schot. En omdat het wat kouder is, is dat meestal maar een klein schot. Dat is dit stuk, tot waar die grote blaadjes zitten. Dan stopt hij even met groeien en na een tijdje begint hij weer opnieuw. En rond de langste dag maakt hij dan zijn grootste schot. En dat is wat hier weer nakomt, waar nog die kleine blaadjes aan zitten. En deze is nog steeds aan het groeien. En met heel groeikrachtig weer en warm weer kan het wel zo'n lang schot worden. En op een kwekerij kan je nog wel een derde keer een schot hebben. Kijk, dit zijn ook een tweede schot. Het begint op dat eerste schot van het voorjaar. Is nu alweer dit jaar een zijscheutje aan te komen. De meeste planten groeien maar één keer per jaar. Die beginnen gewoon langzaamaan te groeien en groeien het hele jaar door. Terwijl een eik echt tussendoor stopt. Dus het eerste schot, tweede schot en op een kwekerij kan je nog een derde schot krijgen. Ja, hier zie je de scheut van de linde. En als je die van onder tot boven bekijkt, dan zie je dat daar helemaal geen overgangen in zitten. Die groeit gewoon langzaam maar zeker het hele seizoen door. Kijk, hier is het laatste stuk, het groeipunt. En dan zie je dat er nog steeds nieuwe kleine blaadjes aankomen. Wat doet u aan ongediertebestrijding? De meeste ongedierte waar we last van hebben zijn luizen. Die bestrijden we dan wel chemisch als dat nodig is. En dan kunnen we in eiken nog wel eens last hebben van meeldauw. En daar doen we ook nog wel chemische bespuitingen voor. Verder hebben we dan ook nog een nest staan waar ieder jaar torenvalken in zitten. En die eten dan nog muizen, vooral op die erin zitten, want die muizen kunnen ook stammen aanknagen. Verder hebben we de laatste paar jaar veel problemen met kraaien en roeken die boven in die koppen van die bomen zitten, waardoor die koppen uitbreken. En daar hebben we van het voorjaar voor het eerst een luchtballon voor gehad, die dan de vorm moet hebben van een havik en daardoor die kraaien en die roeken af moet schrikken. Ja, dat heeft misschien wel wat geholpen, maar toch niet zoveel als wat wij gehoopt hadden dat het zou helpen. Kun je op één perceel tientallen jaren doortelen of moet er ook af en toe teeltwisseling plaatsvinden op een perceel? Dat hangt heel erg vanaf over wat voor gewas dat je praat. Sommige bomen komen gewoon heel graag terug ieder jaar op dezelfde grond. Beuken bijvoorbeeld vinden het heel prettig om altijd op hetzelfde stuk te staan en groeien dan ook beter. Daarentegen zijn er ook gewassen waarmee je eigenlijk nooit terug mag komen op dezelfde grond. Zoals je bijvoorbeeld een vruchtboomkwekerij hebt. Daarmee komt men over het algemeen nooit terug op dezelfde grond. Je krijgt bij sommige gewassen op den duur problemen met aaltjes.
Aaltjes werd vroeger nog wel eens de grond chemisch voor ontsmet. De laatste jaren wordt er steeds meer gezocht in een oplossing door tussendoor een keer Afrikaantjes te telen. Waarmee de problemen met die aaltjes ook een heel eind opgelost zijn. Wat zijn aaltjes? Aaltjes zijn hele kleine wormpjes die in de grond zitten, die je eigenlijk met het blote oog niet echt kan zien. Maar die er wel in grote getalen kunnen zitten en die daar aan de wortels van de bomen of andere planten gaan zitten. En zo bepaalde bomen toch zoveel schade toebrengen dat ze eigenlijk bijna niet kunnen groeien. Hebt u dit jaar ook Afrikaantjes staan? We hebben nog weinig probleem met aaltjes, maar we hebben toch alvast een paar kleine hoekjes met Afrikaantjes ingezaaid om te kijken of dat hier gaat en wat er allemaal bij komt kijken bij een Afrikaantjes teelt. Doet u ook aan andere soorten van teeltwisseling? Die gewassen die wij telen zijn allemaal gewassen die weinig behoefte hebben aan teeltwisseling. We proberen wel een beetje te kijken dat we niet echt ieder jaar met linden op dezelfde percelen terugkomen, maar verder. En we proberen tussendoor altijd een jaar of gras of mais of een ander soort groenbemester in te zaaien om de grond ook een beetje wat rust te geven af en toe. Maar echt teeltwisseling doen wij niet heel speciaal, omdat de gewassen die wij voornamelijk hebben daar niet zoveel behoefte aan hebben. Aan wie worden de bomen verkocht? Onze bomen gaan van ons uit meestal naar de handel. En de handel gaat voor een groot gedeelte met die bomen naar Duitsland toe. Of gaan naar andere landen voor export. En een gedeelte blijft in Nederland. En dan gaan ze vooral naar gemeentes of grotere aanplant rondom bedrijfsgebouwen. Hebt u niet veel particulieren als klanten? Nee, we hebben maar heel weinig particulieren als klanten. Nou ja, je moet ook zeggen, als je hier een ei koopt en je zit hem in de tuin, dan zitten die mensen eigenlijk hun tuin helemaal vol. Want één ei in één tuin is gewoon vullend. Dus op zich, er zijn wel wat particulieren die hier kopen, maar ja, onze soorten zijn eigenlijk niet geschikt voor kleinere particuliere aanplanten. Hoe komt u in contact met die klanten? Zoekt u ze zelf of bellen ze zelf op? Nou, meestal zijn het contacten met klanten die eigenlijk al jarenlang bestaan. En ja, je adverteert gewoon in het blad van de boomkwekerij. En ja, laamboomkwekers zijn er toch ook weer niet zo ontzettend veel in Nederland. Dus men kent elkaar wel een beetje. En ja, zo lopen die contacten eigenlijk. De meeste boomteelbedrijven in Brabant staan op zandgrond. Hier is de kleigrond. Ondervind je daaraan problemen? Nou, we hebben natuurlijk die soorten gekozen die het op die kleigrond wel goed doen. En daarbij zit op Heusden, hier in Gelderland, daar zit een stuk met ook hele zware klei waar juist ook heel veel boomkwekers zitten. En het is gewoon zorgen dat je de goede soorten zoekt. En iedere grondsoort heeft zo zijn eigen gewassen die daar het beste passen. En elke grondsoort heeft zo ook zijn eigen problemen die bij zo'n teelt horen. Er zijn hier in de buurt eigenlijk maar heel weinig boomteelbedrijven. Is dat een voordeel of een nadeel? Ja, natuurlijk allebei. Dat kan natuurlijk een voordeel en een nadeel zijn. Een voordeel is als je in een centrum zit. En op zich zitten wij natuurlijk toch redelijk dicht bij het centrum op Heusden. Dat alles in de buurt is. Loonwerkers op boomteeltgebied. Leveranciers die alles leveren voor de boomteelt wat je dan nodig hebt. Dat is natuurlijk een voordeel als je toch dicht bij een centrum zit. Hoe zie jij de toekomst van de boomteelt? Nou, op zich zal de boomteelt zeker niet kleiner worden. En ik denk ook eerder dat het steeds belangrijker zal worden. De boomteelt is ook nog steeds groeiende in Nederland. Hoewel het nog steeds een hele kleine tak is. Want in heel Nederland zijn maar 4000 boomkwekers. Of ik moet niet zeggen boomkwekers, maar boomkwekerijbedrijven dan. Maar de vraag naar groen zal zeker niet afnemen. Dus in die zin denk ik dat er voor de boomkwekerijen nog volop mogelijkheden zijn. Een probleem kan zijn dat er momenteel vanuit het Oostblok steeds meer naar Nederland toe geëxporteerd gaat worden. Omdat de arbeidskrachten in Oost-Europa zoveel goedkoper zijn. Op het moment kunnen ze met een kwaliteitseis nog helemaal niet meekomen zoals het hier is. Maar op den duur zal daar zeker ook een goede kwaliteit vandaan komen. En dan is het maar de vraag hoe dat de arbeidskosten daar liggen en hoe dat de arbeidskosten hier liggen. Of dat ook inderdaad een echte concurrent kan worden. Heel erg bedankt voor dit gesprek en toch nog heel erg veel succes. Dankjewel, graag gedaan.
Frank, hoe lang bestaat jullie bedrijf al? Mijn vader is ongeveer 30 jaar geleden begonnen met het bedrijf. En sinds januari 1995 heb ik het bedrijf van mijn vader overgenomen. En komt jouw vader zelf uit een kwekersfamilie? Mijn vader is van huis uit een boerengezin. En sinds zijn trouw is hij met tuinbouw begonnen hier in Herpen. En hij heeft daar niet speciale opleiding voor gevolgd? Hij heeft cursussen voor gevolgd en voor de rest niks. En jij? Ik heb middelbare tuinbouwschool gehad in Nijmegen. Ik heb nog wat cursussen erbij gedaan. En zo is dat begonnen. Zijn jullie gespecialiseerd in een bepaald type planten of hebben jullie gewoon een heel groot assortiment? Wij kweken ook zelf planten. Dat zijn hoofdzakelijk perkgoed voor in de zomermaanden. Viooltjes voor in het najaar en in het voorjaar. En primulas voor in het voorjaar. Verder hebben we zelf kerstbomen. Heesters voor te snijden als takken in boeketten te gebruiken. En we kopen planten in die we weer verkopen in de winkel. Je zei we kopen planten in. Maar hoe gaat het bij het kweken? Beginnen jullie zelf ook wel met een zaadje of koop je alle kleine plantjes? De planten die in de kwekerij gekweekt worden, worden allemaal opgekocht bij een zaadbedrijf als klein plantje. En die worden dan hier verder opgekweekt tot als eindproduct en dan gaan ze naar de veiling en naar exporteurs. Welke, als jullie zo'n plantje kopen, hè? Welke werkzaamheden moeten er dan allemaal uitgevoerd worden voordat het zo'n hele grote plant is zoals hier staat? Eerst wordt een bloempotje gevuld om het plantje in te zetten. Vervolgens worden planten erin gezet, bemest, verder uitgezet, zodat ze ruim op kunnen groeien. En als eindproduct worden ze dan geveld. En hoe lang duurt het ongeveer bijvoorbeeld bij zo'n begonia? Een begonia zal ongeveer 15 weken duren, maar wij kweken hoofdzakelijk zelf de tuinplanten. Is het werk wat jullie doen verspreid over het hele jaar of zijn er pieken? Er is één hele grote piek en die ligt van april tot en met eind juni. Dat is het voorjaarsseizoen. Dan wordt er heel veel perkgoed gekweekt en verkocht. Dus dat is een hele grote omzet in een respectievelijk kleine tijd. En zijn dat hoofdzakelijk eenjarige planten of vaste planten? Eenjarig en vaste planten. Begoniatjes, vlijtgliesjes, petunias, lobelias, alyssum. En vaste planten hebben we ook, zoals coreopsis, meisjesogen, allerlei verschillende. Hoeveel mensen werken hier? Ik werk hier als enigste. Mijn vader en moeder helpen mee in het bedrijf. En verder werken er nog mensen van de agrarische bedrijfsverzorging die ik op kan bellen voor drukke periodes. En in de weekenden werken scholieren hier die hier via de agrarische bedrijfsverzorging werken. Dat is vooral in het hoogseizoen, denk ik. Ja, in principe wel, ja. En als het echt druk is, dan worden die agrarische bedrijfsverzorging erbij geroepen om de pieken op te vangen. Gaat de teelt het hele jaar door of ligt het bijvoorbeeld 's winters stil wanneer het heel koud is? Nee, er is altijd een teelt aanwezig. Alleen in de zomer ligt de kasgedeelte stil en ligt het buitengedeelte staat dan vol. En in de winter staan er ook planten, want die moeten in het voorjaar weer klaar zijn. Dus dan moet je dan verstoken om ze in het voorjaar weer klaar te krijgen. Dus we hebben altijd teelt aanwezig. Nou is het de afgelopen weken erg droog geweest, het heeft helemaal niet geregend, bijna 3 weken lang. Hebben jullie daar nou veel hinder van ondervonden? Hoe zijn de planten daar nu onder? De planten kunnen het redelijk aan. We moeten echt s'avonds en s'nachts flink bijsproeien. Ook goed bijmesten, net als er wind is en zon, dan droogt het enorm hard. Dan worden planten schraal van, dus je moet de bemesting goed bijhouden. Ja, en dat is erg secuur werk. En dat is... Maar het lukt wel. Ja, met dit weer lukt het nog net. Gaan alle planten naar de veiling of worden er ook planten rechtstreeks aan afnemers verkocht? Wij verkopen de planten aan de veilingen. Een deel van de planten gaat naar collega tuincentra's die het hier af komen halen. Er zijn exporteurs die het hier rechtstreeks met vrachtwagens komen ophalen. En een deel wordt hier aan particulieren aan huis verkocht. Ja, want jullie hebben een hele mooie winkel. Dank je. Met niet alleen planten, maar allerlei aanverwante artikelen. Ja, alles, hè? Alles wat bij het groen hoort.
Nou hebben jullie niet alleen een plantenkwekerij, maar ook bloemen en de winkel. Verkoop je voornamelijk zelf gekweekte planten of koop je zelf ook bij de veiling of bij andere kwekers? Wij kopen de kamerplanten die we verkopen in de winkel. Kopen in bij een grote plantenkessenkerry. En de tuinplanten worden ingekocht bij collega-kwekers. Ja. Nu leg je ook tuinen aan. Dat is weer heel iets anders. Het heeft wel met elkaar te maken. Hoe gaat dat in zijn werk? Wanneer mensen bijvoorbeeld een tuin aangelegd willen hebben, wat moeten ze dan doen? Dan maak ik een afspraak met die mensen. Ga ik een keer kijken om te luisteren wat hun plannen zijn en wat er allemaal kan en wat ze graag willen. Dan wordt er in overleg een tuintekening gemaakt met de computer. Die mensen die mogen die tekening bekijken, eventueel aan laten passen door mij. En dan wordt er een begin gemaakt aan de tuin. En jullie verzorgen dat helemaal, ook bijvoorbeeld met stenen en tegels? Ja, alles wat in de tuin wat ze mensen erin willen hebben, wordt door ons verzorgd. Welke tak van het bedrijf vind jij het meest interessant? Wat ik het interessantst vind is de bloemisterij en tuincentrum gedeelte. Dus het verkopen van planten aan de detailhandel, zeg maar, de consument. Waarom? De binding met de klant. De zekerheid die je dan meer hebt als het kweken van planten. Want als je planten naar de veiling brengt, is het altijd maar daags naar de rand afwachten wat er gebeurd wordt. En het verkopen van planten, ja, dan bepaal je toch zelf meer de prijs. En dan geeft je eigen meer zekerheid. Maar op de veiling verschillen die prijzen dan van dag tot dag zoveel? Die kunnen van dag tot dag zeer veel verschillen. Soms zitten er centen tussen, maar soms zitten er ook dubbeltjes of kwartjes verschil tussen. Kijk, en op een groot aantal kan het natuurlijk heel veel schelen. Waar ligt dat dan aan als de vraag in het voorjaar groot is? Hoe kan dat dan? Als de vraag groot is en het aanbod is klein, dan zijn de prijzen groot of hoog. Dus dan, ja, dan kun je wel een aardig centje beuren. Maar is de vraag klein en het aanbod heel groot, ja, dan zakken de prijzen ineens helemaal in elkaar. En dan is het minder. Hebben jullie voor de toekomst nog uitbreidingsplannen of wil je meer gaan specialiseren in het een of andere tak? Ja, wij zijn met de gemeente bezig en met de banken bezig om een nieuw tuincentrum en bloemisterij op te bouwen. Waar nou kwekerij is, wordt een deel afgebroken en dan zetten we een nieuwe winkel neer. En dan zitten we aan de door aan de weg van Herpen naar Os onder aan het viaduct. En wordt het ook groter dan? Wordt ongeveer 6-7 keer zo groot, het winkel. En dat is omdat de vraag veel groter is dan jullie aankunnen? De vraag is de laatste jaren sterk gegroeid en het aanbod willen we ook zelf wel meer uitbreiden in het tuin gebeuren. Dat is een goed teken, hè? Ja, dat moet ook. Ik wens ik je heel veel succes mee. Dankjewel. Dat was het voor deze keer. De volgende maand is de uitzending gewijd aan de fruitteelt.